Voedsel is letterlijk van levensbelang. Zonder voedsel is er geen leven mogelijk. Voedselzekerheid heeft daarom voor mens en dier de allerhoogste prioriteit. John Porter van de Universiteit van Kopenhagen onderzocht met een aantal andere universiteiten hoe bewoners van grote welvarende steden in hun levensbehoeften voorzien. Uit het onderzoek bleek dat een megastad als Tokio met ruim 34 miljoen inwoners. Vrijwel geheel afhankelijk is van voedselimport. De stad voerde voor haar inwoners in 2005 de graanopbrengst van maar liefst 600.000 hectare uit het buitenland in. Maar ook een stad als Kopenhagen haalt meer dan de helft van haar levensbehoeften van elders. Een zorgwekkende situatie, ook als je denkt aan Nederland. Kopenhagen is kleiner dan Rotterdam, maar in de randstad hebben we nog drie andere grote steden. Weliswaar is Nederland na de Verenigde Staten de grootste exporteur van landbouwproducten, dus zou je kunnen zeggen dat de voedselvoorziening van ons land in principe geen probleem hoeft te vormen. Toch is de Nederlandse productie op haar beurt weer afhankelijk van invoer. Na China zijn we de grootste importeur van soja als voedsel voor ons vee. We voeren tonnen kunstmest in. De kassen in het Westland vergen vele kubieke meters aardgas. Tegenover een agrarische export ter waarde van 80 miljard staat ruim 50 miljard aan import. Dus hoe zeker kunnen we zijn van onze voedselvoorziening? Wat gebeurt er als de kasttuinbouw mislukt door een tekort aan aardgas? Wat als de aanvoer, verwerking en conservering van levensmiddelen stopt door een gebrek aan brandstof? Wat kunnen we verwachten als de distributie van levensmiddelen stagneert, omdat schepen niet meer varen? Of vrachtwagens niet meer rijden. 70 jaar geleden hebben we een voorproefje gehad van een gebrekkige voedselvoorziening. tijdens de hongerwinter van 1944-45. 20.000 mensen kwamen om. Natuurlijk was dit een buitengewone omstandigheid. die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog voordeed. De oorzaak van de hongersnood was echter een tijdelijk geblokkeerde aanvoer. Op een akelige manier werd toen al duidelijk. Dat stedelingen nauwelijks zelfstandig kunnen overleven. Dit mag ons niet weer overkomen. We moeten zorgen voor een plaatselijk evenwicht van mensen en hun voedselvoorziening. Dit geldt in feite voor de hele wereld. Wanneer de wereldbevolking toeneemt, wordt het steeds lastiger om het beschikbare voedsel goed te verdelen. Duurzame voedselvoorziening vereist in de eerste plaats een geringere bevolkingsdichtheid. Waarbij iedereen in principe lokaal in zijn levensonderhoud kan voorzien.